Zo, dat was heet. Tering. Wat gaan we allemaal zeggen vandaag? We gaan een gerecht maken met twee ingrediënten waarvan je in eerste instantie misschien denkt... Gadverdamme! Maar als je het dan gemaakt hebt, denk je bij jezelf... Oh, dit was misschien wel het allerlekkerste wat ik gegeten heb. Pasta en vodka. Penne à la vodka. En dat is gewoon pasta met een tomatensaus waar vodka in geflikkerd is. Heel populair in Italië geweest en nog steeds heel erg populair in Amerika. Maar waar zorgt de vodka nou voor? Niet alleen qua smaak dat het een beetje een punch krijgt. Nee, het zorgt er ook voor dat je saus silky smooth wordt. Dus dat je saus mooi zijdezacht wordt doordat de water en de olie goed met elkaar gaan mengen. Daar zorgt vodka voor. Haha, lekker man. Ik ga laten zien aan jullie hoe je zelf je eigen penne kan maken. En ben je nou heel erg lui, denk je nou bij jezelf heen, ik flikker op met zelf pasta maken. Kan je ook gewoon pennen gedroogd halen. En dan doe je het lekker op die manier. Ook prima. Heb je hier 150 gram type 00 bloem. Hele zachte bloem. Die gooi je zo neer. Huppatee. En heb je hier 150 gram semolina. Dat is een wat hardere bloemsoort. En dat zorgt gewoon voor een lekker structuurtje in onze pasta. En dan gaan we het een beetje plat maken. Kijk zo. Maken we een kuiltje erin. Kuiltje. Hartstikke lekker. Half theelepel zout gooi je gewoon zo in het midden. Van je dinges. Twee eitjes, kijk, twee eitjes in een bakkie. En die gooi je zo in het midden. Twee. Ik heb hier ook nog vijf eigelen. En die gooi je ook gewoon zo erbij. Een vork en ga je zo je bloem erbij gooien. Terwijl je met een vork aan het kloppen bent. Een beetje roeren met je vork, een beetje heen en weer. Dan komt er een beetje bloem bij. En steeds doe je een beetje bloem erbij. Meng je die shit gewoon met elkaar. Als je dat een beetje bij elkaar komt, pak je gewoon die klauwen van je. En ga je alles een beetje mengen met elkaar. Gewoon een beet pakken en in elkaar duwen. Vandaag gaan we gewoon lekker voor de vieze klauwen. Lekker allemaal in elkaar drukken. Gewoon met de palmen van je hand. En dit doe je ongeveer voor een minuutje of 10. Totdat je een mooi soepel deegje krijgt. Oh, tyfus werk joh. Maar wel gewoon mijn keukenmachine gebruiken. Jezus. En het begint al redelijk soepel te worden. En heb je hier zo, dames en heren. Mooi pastaballetje, kijk. Die gaan we even in folie doen. Laat dit even een half uurtje rusten in de koelkast. Dan gaan we straks ons pastetje vormen. Later. Hier zo hebben we een keukenmachine met een hulpstuk eraan. Dat is om onze pasta platter te maken. Onze pasta's dingen willen we ongeveer 2 mm dik hebben. Dus we gaan hem steeds een stukje dunner maken. Heb je nou niet zo'n keukenmachine om hem dunner te maken, zo'n opzetstuk? Dan kan het ook met een... Deegroller, dat was het woord wat ik zocht. Hebben we hier zo ons mooie deegje, dat hebben we een half uurtje laten rusten. Die gaan we in 4 delen, dus die pak je beet en die deel je zo 1, 2, 3, 4. Dit ga je alvast in een soort rechthoekje vormen en je gaat hem al wat platter drukken. En dan gaan we hem door onze machine heen halen. Kijk dan. Je pakt een beet en je vouwt hem dubbel. De andere kant doe je precies hetzelfde. En dan doe je hem nog een keer. Zo er doorheen. Kijk, zie je? Dan heb je een beetje een rechthoekje gemaakt. Huppatee. Wat dunner. Doen we er doorheen. Gooien we een klein beetje bloem over je deegding heen. Dit is denk ik ongeveer bijna 2 mm dik. Ongeveer 1,5 à 2 mm dik. Een hele mooie lap met pasta deeg. Kijk dan. En zo ga je gewoon al je pasta vormen. Gaan we een stukje snijden, gaan we mooie pennen rollen. Gewoon met de hand. We pakken gewoon, even kijken, een pasta... ding. En dan snij je hem even recht af. En die snij je dan zo recht. Deze kant snijden we ook even recht af. Zo. Een meetlint. Zie je? Een meetlint. En we gaan vierkantjes maken bij 5 bij 5. Dat is 5. Dat is 5. Dat is 5 centimeter. Die gaan we in lange plakken snijden. Dus die pak je beet zo. En dan doe je... Huppatee. Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Kijk, en dan heb je dus allemaal plakjes van dingetjes. En die leg je eigenlijk allemaal even op elkaar zo. Kijk, en die snij je dan zo door de helft. En dan heb je hier, dames en heren, allemaal pastablaadjes van 5 bij 5 centimeter. En zo maak je al je bladen pasta, ga je op deze manier ga je die snijden. Dit is een plankje, daar kan je gnocchi mee vormen, daar kan je andere pastasoorten mee vormen. En er zit een... stokje bij. Kijk, zie je? En dan kan je je pasta heel mooi oprollen. En hier gaan we dus pennen mee maken. Pak je zo'n vierkantje van je pasta. En die leg je zo, niet zo neer. Nee, die leg je schuin neer. Zo. En die pak je beet en dan leg je een stukje hout. Leg je erop met een klein beetje druk. En dan sla je deze punt van je pasta sla je
over je stokje heen. Je moet niet te hard drukken, want dan druk je de pasta kapot. Nee, je moet zo hard drukken dat de pasta net aan elkaar blijft zitten. Dus je pakt een beet en je rolt hem en je rolt hem en je rolt je stokje en je rolt je stokje. Kijk. Hupte. En heb je hier, dames en heren, heb je gewoon één, kijk eens, pindapasta. Oh my god, ik ben ook gewoon mezelf een beetje verrast. Kijk hoe vet. Heb je een bakplaatje met een beetje bloem en daar leg je gewoon zo je pasta op. Beet pakken, een beetje druk uitoefenen en hij zit aan elkaar geplakt. Kan je gewoon doorheen kijken. Holy shit, niet normaal, fucking vet. En zo vorm je gewoon al je pastatjes. Dit is fucking handig. Als je gewoon zelf je eigen pasta wil maken, wat gewoon te gek is om te doen, wat leuk is om te doen, doe dat ook gewoon als je een date hebt. Gewoon of je nou net met elkaar hebt, of dat je nou al 10 jaar met elkaar hebt, maakt geen reet uit. Maak pasta, is hartstikke leuk. Gewoon samen pastadeegje maken, samen pastatje uitrollen en dan gewoon lekker eten daarna. En daarna, als het eten lekker is, daarna heb je een goede tijd. Oh my god! Dit is allemaal zelfgemaakte pastatje, zelfgemaakte pennen, helemaal zelf gevormd. Kijk dan hier zo. Huppatee. Klaar om afgekookt te worden. We gaan shit snijden en doen en weet ik het al. Te gek allemaal. 2 uien, die gaan we even snipperen. En hoe ik ze altijd snipper, laat ze even zien. Pak je mes en snij hem in. Gewoon ongeveer 0,5 centimeter ertussen laten. En dan heb je hier zo de perfecte gesnipperde ui. 3 teentjes knoflook. Wat ga je doen? Die ga je in hele dunne plakjes snijden. Tijd om onze saus samen te brengen. Sauspannetje, zet je op. En dan doe je het vuur even een beetje zacht. En dan doe je 3 eetlepels boter, doe je gewoon in een pannetje. 1, 2, 3. Laat je die even smelten. Pak je al je uitjes beet en doe je zo je uitjes erin. En je doet al je knoflookjes erbij, doe je ook gewoon erin. Korean pepper flakes. Doe je ongeveer 3/4 theelepeltje, doe je zo erbij. En dan roer je heel de zooi even door elkaar heen. Zet je je vuurtje op het allerzachtst en laat je dit nu gewoon een kwartiertje een beetje stoven. Much later. Tomatenpuree. En ik heb een trucje. Je doet 130 gram tomatenpuree uit een blikje. Doe je hierin. Kijk, hier zit een lippie. Hier zit een lippie. Die laat je dicht. Onderkant heeft geen lippie. Pak je een blikopener en dan maak je de onderkant open. De onderkant is open. De flippy flappy dingen niet. Wat doen we? We doen nu de flippy flappy dinges. Doen we open. Zo, kijk. Zo. Huppatee. Trekken we hem open en dan doen we gewoon even een paar keer schudden. Heel je tomatenpuree is helemaal leeg. Kijk dan. Oh my god. Gewoon in één keer in het dingetje gevallen. Zonder dat je met een klotenlepeltje hoeft te doen. Of zonder dat je met een messie of weet ik wat. Nee, kijk, hij is gewoon helemaal leeg. We gaan onze tomatenpuree ontzuren. Wat doe je? Die pak je beet en die roer je door al je uitjes en je knoflook heen. En dan gaan we onze tomatenpuree, gaan we 1 minuutje of 2 gaan we meebakken. En dan gaan we hem ontzuren. Dus alle rauwe tomatensmaak halen we een beetje weg. En de suikers van onze tomatenpuree komen een beetje omhoog. En dat zorgt voor diepgang in ons sausje zometeen. Krijgen we een lekker zoete smaak van de tomatenpuree. En zo maken we gewoon een hele gelaagde saus met allemaal lekkere smaakjes erin. Hebben we hier 400 gram hele tomaten uit blik. Die pak je gewoon beet en die gooi je gewoon zo bij sas. En dan ga je die tomaten ga je een beetje kapot maken. En dan meng je alles gewoon zo door elkaar heen. 1/2 theelepeltje zout. En dan doe je zo 1/2 theelepeltje zout erbij. Verplaatsen naar een klein vuurtje. Laten we dit gewoon ongeveer 1 minuutje of 8 of 9 staan. Kan het nog maar een klein beetje inkoken. En dan wordt het nog geconcentreerder. Wordt het nog lekkerder. Wordt het top voor je sassie. A few minutes later. En dan heb je je saus een klein beetje ingekookt. We zetten het vuurtje een klein beetje aan. Zo. Op het allerlaagst. 250 ml ongeklopte slagroom. En dat gooi je zo helemaal erbij. Kijk zo. En dit roer je door elkaar. Pak je een blender. Pak je je sausmengsel en die doe je in je blender. En gaan we onze saus een beetje blenderen. Gaan we onze uitjes en onze tomaten gaan we heel fijn maken. Totdat we een sausje krijgen die bijna zo zacht is als zijde. Laat maar gewoon lekker mengen. Klaar. That's it. Het pannetje waar je saus in heeft gezeten. Doe je alles terug in de pan. Zo. Heb hier een lekker stukje Parmezaanse kaas en dan ga je gewoon zo heel de boel een beetje raspen. 60 gram Parmezaanse kaas, helemaal geraspt. Is dat lekker? Pak hem lekker. Dan hebben we hier een pannetje met heet water op staan. Die moeten we eventjes laten koken. 3/4 theelepel zout. Zo, want het water mag best wel een beetje zoutig zijn. Dan hebben we hier gewoon een bakpan. Huppatee. Die zetten we even op het vuur. Als onze pasta bijna klaar is, gaan we het in deze pan gooien. En in deze pan gaan we nu onze saus gooien. Want dan hebben we een groot genoeg pan voor de saus. En die doe je zo erin.
Pak je al je pasta en gooi je zo in het ding. Die laat je ongeveer 2 minuutjes koken en dan gaan we ze straks hem afmaken in onze saus. Daar gaan we hem ook nog een minuutje even in koken. Kijk, en dan hebben we straks fucking lekkere, gare, lekkere pasta. Zetten we onze saus ook alvast aan. Kijk, huppatee. 60 milliliter vodka. En als je pasta nog 1 minuut moet in je grote pan, wat doe je? Heb je hier je vodka en die gooi je zo bij je sausie. En die ga je even doorroeren. Je pasta heeft 2 minuten ingegeten, pak je een beet. En dan ga je hem zo een beetje afgieten. En dan gooi je hem gewoon zo in 1 keer bij je saus. Pak je zo je pasta. Gooi je bij je saus. Heb je hier 100 milliliter kookvocht van je pastawater. En dat gooi je zo bij je pasta en je saus. En dan ga je voorzichtig, ga je het vuur wat zachter zetten. En dan ga je voorzichtig alles een beetje door elkaar heen roeren. Kijk, je ziet het niet. Godverdomme. Kijk, heb je al je pasta in de pan gedaan. En dan ga je alles rustig omroeren. Je zijde zachte salsie. En dan laat je dit gewoon nog even een minuutje staan. 60 gram parmezaanse kaas heb je net geraspt. Die pak je beet en die gooi je beetje voor beetje. Gooi je die zo door je pasta heen. Dus zo, en dan roer je het een beetje om. Gewoon wel van het vuur af, want anders wordt die korrelig. Nog meer kaas. Pak je beet, strooi je een beetje er doorheen. Zo, huppatee. Niet te veel, anders gaat die klonten. Moet je ook niet hebben. Laat maar gewoon lekker smelten. En je pastetje is gewoon helemaal klaar. We gaan een lekker bordje opmaken. Pak je een mooi schaaltje. Pak je een mooi bordje. Kijk zo, huppatee. En dan pak je zo je hele pan met je pennen. Je pennenpan pak je. En dan ga je gewoon zo mooi in een bakkie. Doe je gewoon een beetje van je wodka saus. Van je pennen pak je beet. Doe je zo. Doe je zo mooi neerleggen. Pak je een beetje kaas. Heel klein beetje groen. Huppatee, gooi je er ook een beetje overheen. En hier zo pasta met vodka, oftewel penne à la vodka. Kijk dan. Oh my god. Eet smakelijk. Oh my god. Misschien wel een van de lekkerste pastas die ik in tijden gegeten heb. Die saus is niet normaal. Ik krijg gewoon erotische gevoelens voor deze saus. Het is gewoon een verbroedering van vodka, tomaat, kaas, onze pasta, alles wat in dit gerechtje zit, is gewoon één grote broederschap, zusterschap, familie, hoe jij het wil noemen, dit is niet normaal. Precies dat plekje wat geraakt moet worden met lekker vreten, wordt nu gewoon keihard geraakt. Ik wil die saus het liefst over mijn hele lichaam heen smeren. Dit is gewoon seks op een bordje, in je eigen keuken, maak deze pasta, dit is te gek. Volgende week zijn we weer terug, blijf lekker kijken. Deze pasta is awesome. Lekker man.